Ik heb gehoord dat er hier een vleermuis zit. Ja, klopt. Binnen zit er eentje op een van onze kamers. Ja, en er is nog niks gebeurd, toch? Nee, we hebben hem gewoon laten zitten waar hij zat. Oké, dan gaan we dat eens even inspecteren. Dank je. Goed. Oh. Kijk. Daar is die. Op de ene manier is deze bovenste steen van gekomen. En is er ergens zo'n plaat af. Ja, waardoor die in een ruimte komt waar die niet, niet meer uit kan. Ja. Goed. Klein, hè? Moet je kijken. Ja, zo groot zijn ze. Het is een dwergvleermuis. Ja. Dus het is een volwassen. We dachten eerst dat het een jong, maar dit is gewoon een gewassen dwergvleermuis. Groter zijn er niet meer. Maar waarom pak jij die niet zo met je blote handen vast? Nou, deze soort kan in ieder geval niet, is niet bekend als verspreider van Hondsdolheid. Ja. Ik kijk nou of hij wat fit is. Ik geef hem desnoods even wat eten. Want hij kan hier best wel een paar dagen rondzwerven, hè, zonder dat je hem ziet. Okay. Dat zou best wel eens kunnen. Dus ik voer hem een klein beetje, dat hij ja, boven een bepaald gewicht is. En dan gaat hij gewoon los. Insecten? Nee, wij staan hier bij de Boerenbond. Ja, er is geen geloven. Ja. Op zoek naar meelworm. Om te voeren aan die, hoe heet de beest ook alweer? De vledermauzen. Vledermauzen. Het probleem is van deze zijn, dat is het enige wat ze op dit moment hebben. Ja. Maar we willen toch even laten zien hoe je ze dan voert. Het is helemaal niet geschikt en er zijn er veel te veel en hij heeft maar een halve nodig en het kost 4,50. Ja. Heb je nog 4,50? Ja, nee, dat kan er nog wel af. Nou, komt-ie. Ja, hey, maar we hebben nu lekker eten. Terwijl Marco suikerwater maakt met een beetje van die gedroogde meelworm. Ja. Ga jij een formulier invullen? Wat houdt dat in? Nou ja, dat betekent wij gaan elke melding die gedaan wordt, dus eigenlijk elke klacht die binnenkomt dat er ergens vleermuis zit, die vullen we gelijk in op een online invoerformulier. En daarmee houden we alle vrijwilligers, 60 vrijwilligers zijn dat, houden precies bij wat er gebeurt. Okay. En een van de leuke dingen is die eruit komt, is dat mensen in het begin helemaal als dood zijn van vleermuizen. Ja. En als wij dan gekomen zijn en we hebben wat uitgelegd en die vleermuizen hebben meegenomen, dan zijn ze daarna tolerant, tot zelfs enthousiast. Awesome. Dan vliegt hij weer weg. Nee, je ziet dat er wel meer een natuurlijke houding is voor hem. Hè. Eerst vleermuizen hangen, hè, altijd op de kop. Hè. Dus dat, ja, ik heb hem ook wel eens hangen, maar... Nee, je moet niet aan het schrikken maken. Oh, sorry. Ik schrok ervan. Leek wel een monster. Vreet daar gewoon gelijk op. Ja, dan heb je echt wat honger. Zo. Ja. En vooral op dorst. Het is droge rozenmeelwormen, dus dat is eigenlijk niet... dat is natuurlijk niet heel veel in. Ja. Alles is even beter als niks, hè? Ga jij nou weer met je... Ik moet even een fotootje maken van Marco. Ja, hij kan dit al. Kijk, maar niet de man. Soms moeten ze het even leren, dan hebben ze het even door. Maar als ze het eenmaal door hebben, dan... Ja. Hij snapt het. Hij snapt het, is slim vleermuis. We hebben een vleermuisjacht achter de rug. Tja. En ik ben wel blij dat we die vrouw hebben geholpen en die vleermuis die komt er ook alweer bovenop, ja, zie je dat? Precies.